De transfermarkt is gesloten. Afgelopen nacht om 12 uur gingen de deuren van het Philips Stadion op slot en kan niemand er meer in of uit. De roerige periode van geruchten, onzekerheid en transfers is voorbij. Dat geeft ons de tijd om er eens terug te kijken op de afgelopen transferperiode. Dit is de teamfoto van vorig seizoen. Simon Paulsen, Florian Josefsson en Luciano Narsing staan daar ook op, maar zij vertrokken halverwege vorig seizoen al. En tijdens de zomerstop vertrokken er veel meer spelers, waaronder de twee Mexicanen, Andres Guardado en Hector Moreno, samen goed voor 182 wedstrijden in het rood met wit. De mooiste moment samen was in dit stadion, in Zwolle. PSV werd op het nippertje kampioen. Guardado en Moreno waren de enige twee buitenlanders die PSV verlieten. Drie jongens verlaten de club nadat ze als klein jongetje de jeugdopleiding binnenkwamen. Rai Vloed, Menno Koch, die ruilen PSV in voor NAC en Jordi de Wijs wordt verhuurd aan Excelsior. Vier wedstrijden kwam het drietal niet in actie voor het eerste. Menno Koch kwam tot twee wedstrijden, Rai Vloed tot 16 en Jordi de Wijs speelde er 5. Er waren ook twee keepers die het Philips Stadion verruilden voor een andere thuisbasis. Remco Pasveer vertrok naar het Gelredome om als keeper bij Vitesse aan de slag te gaan. Pasveer was een Eindhoven tweede keeper, maar kwam toch nog tot 18 officiële wedstrijden. Jurrius moet nog wachten op zijn debuut bij PSV en dat gaat dit seizoen ook niet gebeuren. De keeper wordt namelijk verhuurd aan Roda JC. Twee Mexicanen, drie jongens uit eigen jeugd, twee keepers en uiteindelijk ook nog twee onbetwiste basisspelers weg. Want zowel Davy Prupper als Jetro Willems kozen deze zomer voor een buitenlands avontuur. Prupper vertrok naar de Premier League, naar Brighton en Hove Albion en Willems gaat spelen in de Bundesliga voor Eintracht Frankfurt. Het tweetal is samen goed voor 281 wedstrijden in het eerste van PSV. Er vertrokken deze zomer ruim 500 wedstrijden voor PSV uit de selectie, om precies te zijn 504. Deze spelers waren ook nog eens goed voor 51 doelpunten. Maar natuurlijk gingen er niet alleen spelers weg, er kwamen ook een aantal nieuwelingen naar Eindhoven toe. Deze Irving Lozano kende een geweldige start met 3 goals in 3 wedstrijden. Hij zorgt na het vertrek van Moreno en Guardado toch nog een beetje voor de Mexicaanse invloeden in het Philips Stadion. Een andere nieuweling is niet echt een nieuweling. Marco van Ginkel wordt voor de derde keer gehuurd van Chelsea en werd ook meteen de nieuwe aanvoerder. En verder komt ook Eloy Room over van Vitesse, waarbij PSV een Curaçaose international in huis haalt. En ook Dirk Lucassen draagt van dit seizoen het rood-wit van PSV. Hij komt over van AZ.